Goedenavond allemaal, ik ben Wim Hendricks, componist, compositieleraar hier in het Conservatorium van Antwerpen en oud-student van Willem Kersters. Spijtig genoeg kan ik er live niet bij zijn, maar ik ben blij om jullie toch even over mijn meester te kunnen toespreken. Ik heb zelf een aantal jaren bij Willem Kersters les gevolgd hier in het conservatorium. En hij was een leraar die ongelooflijk inspireerde en die je volledig vrij liet wanneer dat je componeerde. Dus qua stijl, qua richting dat je wou inslaan, liet hij jou vrij. Hij gaf je wel een ongelooflijke kennis mee over vakmanschap. En ik moet zeggen, dat bewonder ik enorm, die vrijheid van esthetiek en dan toch ook die kennis van dat vakgebied. Dit is voor mij heel belangrijk geweest, ook later in mijn loopbaan als pedagoog. Ik vind Willem Kersters een ongelooflijke componist. Die componist die werkt met die motivische verwerking die verder gaat met het werk van Bartók, zal ik maar zeggen. Ik denk dan aan die derde symfonie. Voor mij is die derde symfonie een werk dat veel meer op het programma zou moeten staan. Voor mij een van zijn beste werken, waarin hij met een heel kernachtig motief een heel werk opbouwt. Meestal denken we aan Willem in verband met vocale muziek, maar ik wil toch zeggen wat een geweldige instrumentale muziek hij gemaakt heeft. Ook het pianoconcerto dat hij voor de Elisabeth Concours gecomponeerd heeft. Willem Kersters was een warm mens, was een lieve man, was niet iemand die de sensatie opzocht, was niet iemand die met zijn muziek ging promoten, maar was echt iemand die eerlijk als mens en op een misschien zelfs eenvoudige manier met zijn medemensen, met zijn studenten ook, omging. En hij was ook heel bekommerd voor die jonge componisten en zelfs ook voor zijn collega's. Ik hoop dat jullie enorm genieten van dit concert en ik hoop dat de muziek van Willem nog heel veel en zelfs veel meer dan nu het geval is, kan beluisterd worden.